tarotonthulling. Heb je kaart gekozen? Zo niet, zeg ik altijd. Ga nog een kaart kiezen en kom dan terug om naar de video te kijken. Ik weet niet of jullie de weekreading hebben gezien, want ik heb iets ontdekt. En dat wil ik toch wel met jullie delen. Ik vind het bijna kinderachtig, maar ik ga het toch wel vertellen. Want als jullie de weekreading hebben gezien, dan heb ik het over maandag, dinsdag. Morgen zou je het weten en woensdag, donderdag, dan zou iets heel fijns gebeuren. Ik ben tot de ontdekking gekomen. Heel kinderachtig, echt waar. Ik miste mijn moeder. Vrijdag 16 februari was mijn broer jarig en we hebben het gevierd. We waren bij mijn moeder thuis. Allemaal vrienden, alle familieleden, nichten, leuk. Iedereen was er, de baby's, lekker geknuffeld, lekker gezoend. Mijn nichtje Chloe, die helemaal geweldig die was er ook. Gingen we lekker rekenen. Ik ben helemaal gek van haar. En onderweg naar huis en zaterdag begon het een beetje te brullen bij mij. Een beetje, ik weet niet wat ik heb. En een beetje, ja, zelfmedelijden wil ik niet zeggen, maar ik voelde me wel... Ja, een soort van, weet het niet, ik voel me zo, maar ik weet niet waarom. En mijn moeder die kwam dinsdag terug. En haar vliegtuig had een vertraging, noem maar op. En toen ik haar opbelde, besefte ik dat. Van, mam. Hè, want ik zeg altijd, ik ga niet met jou op vakantie, want dan ben je altijd de baas over me aan het spelen en ik wil rusten. Maar ik ben erachter gekomen als ik in februari met mijn moeder naar Cape Verde ga. En we gaan onze huis mooi schoonmaken. En gaan we even naar de kerk. Maar dat doet ze altijd. Even naar de kerkdiensten. Elk jaar kindje Jezus. Dat vindt mijn moeder geweldig. Dan is dat een soort van ritueel. Want dan zei ze ook, we gaan lekker onze hoofd schoonmaken op Cape Verde. En daar doen we ook de huis schoonmaken. En de tuin. En nieuwe planten erin. En ik denk dat ik dat heb. Ja, ik voel dat ik dat heb gemist. En daardoor denk ik dat ik extra moe was. En even niet heb kunnen bijkomen of zo. Echt heel grappig. Dus ik hoop dat jij het ook hebt ontdekt. Wat het was. Morgen zou je het weten. En iets heel gaafs gaat gebeuren. Dus ik ga binnenkort naar mijn mama. Ik kan pas vrijdag erheen. Waar die moet werken. Oh, wat ga ik op mijn moeder springen. En knuffelen. Lekker eten. Dus ik hoop voor jou dat jij het hebt kunnen ontdekken. Bij mij was het mijn mama. Dus dat zielige gezichtje wat je maandag zag. En ik keek even terug en ik zag er best wel moe uit. En een beetje, ik leek wel verslagen of zo. Maar het was echt mijn mama. Ik weet het nu. Doen we volgend jaar niet meer. Ga gewoon mee. Tarot. De eerste kaart. Heel leuk eigenlijk. Want ik vind het heel bijzonder dat die uit is gekomen. Staven 8. Deze kaart is de tijd die heeft geen begin of geen einde. Dus het gaat over hier en nu. Oneindigheid of zo? Dat is deze kaart. Maar buiten deze kaart, dat het oneindig is, geeft het ook iets aan dat iets in de lucht hangt. En het is heel voelbaar, dat zei ik al maandag. Dat watervuur, woensdag, dat was gisteren dus, dan is het voorbij weer. Zou je je wel wat beter voelen? Dat merk ik nu. De zon schijnt. Voel me ietsje rustiger. Dat het water- en vuurelement. Maar er is duidelijk iets in de lucht. Maar er is iets moois in de lucht. Want heel vaak, hè, wanneer je dan uit het donker treedt, dan zie je het licht. Iets moois is onderweg. Dit is eigenlijk ook een kaart die ik zeg, knock-knock, something. Weet je wel, iemand klopt aan de deur om iets heel leuks voor je te brengen. Iets heel verrassends. Waar je heel blij van wordt. Dat is aan de hand, als je voor één hebt gekozen. Er is een verrassing onderweg en die komt sneller dan je dacht. Dan je had verwacht. Dan je had bedacht of had gepland. Dat is onderweg, als je voor één hebt gekozen. En het komt sneller dan je denkt. Echt heel leuk. Dus open de deur. Als je dat geklop hoort. Iets is onderweg. En ik kan het bijna aangeven dat het ook oneindig is. Dat wat onderweg is. Maar de kaart vraagt je ook om in het hier en nu te blijven. In de liefde
zijn de leuke ontwikkelingen als je voor één hebt gekozen? Al ben je niet op hetzelfde golflengte, maar misschien ben je wel tot een compromis gekomen, kan ik dat dan wel zeggen? Dat het voor beide partijen goed is en dat het voor beide partijen ook een blije verrassing is. Dat het gewoon ook iets heel leuks is. Of je partner gaat je binnenkort verrassen met iets heel fijns. Kan ook. Kan ook. Oh, ik zie een kip lopen. Leuk. Oh, kom dan erbij. Voor de video. Ik hou van kip. Ik heb het ook voor een kip uitgemaakt heel vaak. Ik ben ook een kip. Kijk, dan zie ik mensen. Er zijn mensen die iets verwachten, die iets hebben gedaan en hopen en verwachten dat het goed komt. Het komt goed als je voor één hebt gekozen, zeer zeker. Het is heel leuk. Misschien in totaal iets anders, maar het is wel een hele leuke verrassing. Het staat voor de deur. Ook in de liefde. Laat je ook verrassen. Laat je verrassen. Ja? Oneindigheid komt eraan. Dat is een kaart die dat aankondigt. Maar de kaart vraagt je ook om in het hier en nu te blijven, zodat je de positieve ontwikkelingen kan zien meemaken. Ook in de liefde, zoals ik al zei. Ik zie niet echt mensen. Ik zie mensen eigenlijk, ik weet niet, ik ben een tijdreizer, dus ik zie vooruit. Ik zie mensen blij worden van deze eerste kaart. Die denken, oh, dat is goed nieuws. Iets positiefs is onderweg, dat kan ik wel gebruiken. Ik zie dat mensen er blij van worden, dus misschien is dit het. Je blije verrassing, dan ben ik met de eerste kaart. Geachte, oneindig. Heel leuk. Laat je verrassen, oké? Ga ervoor openstaan en blijf in het hier en nu. Tweede kaart. Zwaarde 9. Voor de mensen die 2 hebben gekozen. Je maakt je hier te druk. Is het wel reëel waar je je druk om maakt? Is het geen illusie? Is het niet een fantasiegedachte die je zelf hebt aangepraat? Word wakker. Ja? Zie je die dame? Die staat op, die wordt wakker. Houd dat hand van je gezicht. Zie je die roos op bed? Dat is eigenlijk de werkelijkheid wat je in je hoofd hebt. Door te zeggen het kan niet, daar gaat het om. Dat dat niet waar is. Dat is niet waar. Het zijn kwellende gedachten. Ik noem dat ook fantasie. Zoals Guido wel eens doet, dat vind ik zo leuk. Dan gaan we uit. Of dan zijn we ergens en dan zit een persoon, die ziet er dan of zo uit, die maakt zich zorgen. En dan gaat hij naast die persoon staan en dan zegt hij, wake up! Wat doe ik nu met deze kaart? Wake up! Misschien kom ik Guido een keertje dat bij jou doen. Als we je tegenkomen. En je bent nog steeds zorgen aan het maken. Het is ook iets collectiefs waar je zorgen maakt. Is het wel van jou? De energie die je draagt, waar je over nadenkt. Is het wel jouw probleem? Maak niet een ander probleem jouw probleem. Je bent niet verantwoordelijk voor de stappen wat anderen ondernemen. Hè? Als het je zus, je vader, je moeder, je kind. Als ouder ben je verzorger. De kinderen komen jou een les te leren. Als zussen of broers. Je hoort er voor elkaar klaar te staan zonder oordeel. Zorgen maken heeft geen zin in het bijstaan. Het is een reis van ieder. Hè? Ieder reist op zijn manier. Jouw reis, als je deze kaart hebt gekozen, is voor nu. Even geen zorgen maken. Denk aan de rozen op het dekbed. Word wakker. Laat het kwalende gedachten gaan. En als je echt intens verdriet hebt omdat het reëel is, hè, dan heb je iemand verloren of het is echt iets aan de hand. Dat moet ook zo zijn, dat voel ik, dat je verdriet hebt door een gebeurtenis. Weet dat het de les is. Weet dat je niet per se, hè, je bent niet gestraft, weet dat je niets van je wordt afgepakt. Het is gewoon een les. En is het overlijden, is het liefdesverdriet? Hè, bij lief
When you know better, you can do better. En als je iemand hebt verloren, heb je nooit iemand. Dat geloof ik in. Wat ik van Patty Harpenhoog leerde, die verhuizen. Ze zei het heel mooi, als ik kom te overlijden, dan doe ik een verhuisbericht. Mensen gaan naar een andere dimensie. Daar heb je weer engelen, heb je weer spirit guides die je kunnen helpen. Ja, over de liefde, over de verdriet en liefdesverdriet. Het moest zo zijn. Het is zo. Het is eenmaal zo. Nogmaals, wake up en ga op ontdekking. Er zijn veel meer mogelijkheden dan het gedachtes wat je hebt. Creëer andere gedachtes. Denk aan andere dingen, zou je zien dat je het ook zou zien. Want als je gewoon in een negatieve gedachtes blijft hangen, zou ook alleen maar negatieve dingen naar je toe komen. Of je trekt het ook aan. Hè? Niet vergeten, daardoor heb ik vandaag een post gedaan. Ik zat weer naar de secret te kijken. Ik moest weer herinneren. Wake up. Herinner je dat alles is zoals het moet gaan. Verdriet heb je er niks aan. Je mag rouwen, wakker worden en doorgaan. Denk aan de rozen, oké? In de liefde zegt dit echt dat het liefdesverdriet is. Twijfel je over je relatie, twijfel je of je het wel goed hebt gedaan, krijg ik ook te horen. Of niet goed hebt gedaan, dat doet er niet toe. Wat is de les? Vraag jezelf. Wat was de les van mijn liefdesverdriet, van de partner, van de persoon, van de vriendschap? Ja? En als je iets fouts hebt gedaan, geef toe aan je partner. Dat is heel wijs. Zeg sorry. Dat is heel wijs als je sorry kan zeggen. Hij valt weer. Gerechtigheid. Je hebt voor 3 gekozen. Ben je nog aan het weekend wegen? Ben je er nog niet over uit als je voor 3 hebt gekozen? Trek je terug. Trek je terug om nog even na te denken. Dan ben je er nog niet over uit. Is oké. Maar trek je terug. Neem dan, ga eerst dan, wees de weegschaal. Dat is de kaart van de weegschaal. Maar wees heel eerlijk. Ben je heel eerlijk tegen jezelf? Want misschien daardoor kom je niet uit. Ben je heel eerlijk? Is het wel waar? Misschien is het niet waar. Wat heb je eraan? Wat wil je veranderen? Ga daarover nadenken. Ik weet. Wat wil je veranderen? En dan de eerste stap. Zie de waarheid. Wees eerlijk. Wees heel eerlijk. Ik zie een paar mensen alleen maar vanuit hun hoofd de waarheid zien. Zie je. Bring your mind to your heart. Breng je intelligentie naar je hart. Leuk. 20% is juist in balans. Je kan nu heel eerlijk zijn tegen jezelf. Je ziet het. Je hebt de waarheid gezien. Leuk. Je bent helder. Leuk. Je hebt het veranderd. Blijf helder. Handel verstandig. Leuk. Je bent rechtvaardig. Je bent eerlijk. Leuk. Ver ben je. Heel leuk. En voor de anderen die dat nog niet hebben. Wees heel eerlijk. Want wat er nu speelt heb je misschien zelf gezegd. Hè? Misschien was je niet heel eerlijk naar jezelf toe. Te ontkennen, dan zeggen ze, dat valt mee, het maakt niet uit. Soms maakt het wel uit. Ja, wat er nu speelt, heb je misschien zelf gezegd. Voor de overigen die niet in 20% balans zijn, hè, in de liefde. Wees bloed eerlijk naar jezelf. Jongens, ik heb 240 abonnees. Nog 2 voor 3 gratis reading. Nog 2 voor 3 gratis reading. Abonneer je. Deel, like en tot volgende week. Tot snel, wees lief en ik hoop dat je ook hebt ontdekt wat er mis was met je. Ik miste mijn moeder en ook Danielle. Want meestal als ik niet fijn met een lekker voel, dan ga ik bij haar in bed liggen. En dan krijg ik mijn steentjes in mijn handen en dat komt altijd goed. Dus doe dat ook. Tot gauw.